vandaag een basis pasta recept maken. Daarvoor heb ik afgewogen 200 gram patentbloem en 50 gram semolina. Dat is Italiaanse harde bloem. Er zijn ook recepten die uitgaan van alleen maar patentbloem of recepten die alleen maar van semolina uitgaan. Semolina is een Italiaanse bloem die misschien wat moeilijker te krijgen is in de winkels. Neem gewoon het recept dat het beste bij u past. Dat werkt meestal erg goed. Ik heb in dit geval ook eidooiers genomen. In andere recepten vind je weer hele eieren terug. Dat maakt verder niet zoveel uit welk recept u gebruikt. Wat hetzelfde is, is de manier van kneden en het mengen van het deeg. We beginnen met de bloem op de bank te doen. De harde bloem, de Italiaanse bloem, door. Even een kuiltje maken. Op deze manier. Dan ga ik de eidooier erbij doen. En nogmaals, dit kan net zo goed met eieren als met eidooier. Doe de zout er nog even bij. En 25 cc olijfolie. Nou, een mooi geheugensteuntje is 35 cc is een vol borrelglas. Dus dan doen we iets meer dan een half borrelglas erbij. Op deze manier. Een beetje geweld gebruiken. Gaan we de restjes eventjes van de handen afhalen. Zo. Even goed doorkneden tot een mooie gladde bal. Nou, het is niet altijd dat het recept precies klopt, want niet elke meelsoort neemt evenveel vocht op. Dus vindt u hem een beetje te droog, doe er voorzichtig een theelepeltje water bij of nog een theelepeltje olie. En is hij een beetje te vochtig, een theelepeltje bloem erbij. Niet elke bloem neemt evenveel vocht op. Maken we er een mooie bal van. Op deze manier. En dan pakken we hem in plastic folie, deze manier. En dan leggen we hem eventjes een half uurtje te rusten in de koelkast. Goed, de pasta heeft nu een half uurtje in de koeling kunnen rusten. Die nemen we eruit. Zo. En ik snijd hem eventjes in een paar gelijke stukken. Die stukken die wil ik wat platter maken. Dus eerst eventjes met de hand een beetje erop drukken. En ik rol ze een beetje dunner uit. Als je erg blijft plakken aan de bank. En altijd nog een klein beetje bloem erop strooien. Maar als het niet nodig is, liever niet. Dus dat doen we even met alle vier stukken. Er is nu een moment gekomen dat we kunnen gaan uitrollen op deze pasta-machine. Zo'n pasta-machientje is in diverse winkels te koop voor een paar tientjes. En dat gaat een leven lang mee. Het enige waar je om moet denken is dat je ze niet in de wasmachine doet. En dat je hem niet schoonmaakt met messen. Als je je daaraan houdt, dan is hij onversluitbaar. Nu gaan we plakken ervan draaien. We leggen de plak op deze manier erop. En draaien hem op de dikste stand, want deze machine heeft 7 standen. De dikste stand er doorheen. We hebben nu de dikste stand gehad. Dan zet ik hem 1 standje dunner en ik draai hem weer erdoorheen.
Hop, dan breekt hij. Als hij niet meer zo soepel doorheen gaat, kunnen we een klein beetje bloemen. Maar hij moet natuurlijk niet blijven plakken. Zoiets. En dan zal je zien dat hij wat makkelijker er doorheen rolt. Zo, weer een standje dunner. Zo gaan we door tot we de juiste dikte hebben. Sommigen doen het tot het laatste standje, ik stop bij één laatste standje. Draai hem terug naar de dikste. En zo doen we dat met alle plakken. Dus dan hebben we nu deze lasagnevellen, zoals we ze nu noemen. Nou, daar kun je dus, als je wat gevorderder bent, misschien raviolis van maken. Dat zijn die deegkussentjes. Maar laten we maar gewoon beginnen om er tagliatelle of spaghetti mee te maken. Oké, dan gaan we nu van deze lasagnevellen gaan we tagliatelle maken. Dan moeten we de slinger uit het molentje halen en plaatsen in de tagliatelle stand. Dan nemen we de lasagneplak, die leggen we voorzichtig op deze manier op. En we beginnen aan de slinger te draaien totdat hij hem pakt. Leggen we hem voorzichtig neer. Op deze manier draaien we er dus tagliatelle van. Tagliatelle plakt een beetje. En de volgende plak. En zo gaan we door tot alle plakken op zijn. Om ervoor te zorgen dat de tagliatelle wat minder plakt, doe ik er voor de zekerheid nog wat bloem overheen. Pakken we de bloem een beetje op deze manier op. Zo kunnen we mooie porties ervan maken. Eventueel per persoon zo'n bergje. Op deze manier kunnen we het dan zo even wegzetten in de koelkast voordat u het gaat afkoken. Het afkoken van verse tagliatelle of pasta, dat duurt niet zo lang. Dat duurt maar een minuutje of anderhalf, twee. En dan is die al goed. Dus als je deze hoopje zo in de koelkast bewaart, in het kokende water dompelt, twee minuutjes daarna. Is het klaar, al dente.